Welkom terug bij Café Tinto. We hebben weer koffie ingeschonken en vinden het reuze gezellig dat je blijft kijken. Bij mij in de studio Erik Bakker. Hij is kerkplanter en is op zoek naar bidders voor Zuid-Nederland. En straks praten we met Leon van Steensel over de nieuwe albums die hij heeft meegenomen. En vertelt Dave van der Veen zijn verhaal. Maar eerst gaan we naar de social media. Doen jullie aan social media? Jazeker. Ja? Ja. Twitteren, Facebook, noem maar op. Dave niet? Nee. Waarom niet? Nou, ik kijk met mijn vrouw wel eens wat mee. Oké, dat hoor ik vaker van mannen. Ik kijk met mijn vrouw mee. Ik vind het, ik vind alles wat er op je afkomt, vind ik al heel lastig om alle mail en zo te beantwoorden en overal mee bezig te zijn. En ik vind, ja, dan moet ik daar ook nog op reageren. Ja, dat is waar. En wat ik net ook al aanhaalde als punt voor de jeugd. Ja, ook daarin een voorbeeld. Ja. Ja, goed. Niet dat ik allerlei altijd mijn tijd heel nuttig besteed, hoor. Je hebt wel weer andere dingen. Maar nee, ik doe er tot nu toe nog niet aan mee. Niet principieel, maar nee. Gewoon om rust in te bouwen. Ja, ja. Hè, dat kan ook. Ja. We hebben een paar tweetjes eruit gevist. Daar gaan we naar kijken. Ik heb hier een tweet van Reinier Sonneveld. Jezus was een pacifist. Ik hoop dat christelijke politici dat niet zijn. Pacifisme vraagt om zelfopoffering. En dat kun je niet opleggen. Ja. Erik, wat vind je daarvan? Ik vind het wel een hele rake constatering van hem. Ik denk dat Jezus inderdaad wel pacifist was. En dat hij daarmee wel de kern van het christelijk geloof heel goed samenvat. Dat het gaat om zelfverloochening. En niet om zelfontplooiing, zoals de hele maatschappij eigenlijk toe oproept. Dus ik hoop ook dat christelijke politici dat in de oren knopen. Ja. Ja. En tegen allerlei uitbreiding van de begroting stemmen op extra defensie enzovoort. Dus, Leon, wat vind jij ervan? Ja, ik zit heel even naar de diepe laag te kijken van wat hij eigenlijk zegt. Want, want volgens mij zegt hij dat de boodschap van Jezus en christelijke politiek heel moeilijk samengaan. Of schuren met elkaar. Oh, ja. En dat, zo had ik er nog niet echt tegenaan gekeken. Ik denk pacifisme, ja. Wij denken inderdaad heel snel aan oorlog, vrede. Maar het heeft natuurlijk allerlei andere lagen ook. En vooral, je kunt het ook heel op persoonlijk betrekken. Ja. En dan is het juist die zelfopoffering of juist het dienen. Ja. En politici dienen eigenlijk toch het volk. Ze vertegenwoordigen het volk, maar ook... Je zou het verwachten. Zijn ze in dienst van het volk. Je zou er vanuit mogen gaan. Ja. Of dat nou echt gebeurt, is dat de vraag. Ja. Dus eigenlijk kan je het wel opleggen. Ja. 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 We hebben nog een tweet van Els J. van Dijk. Een schip dat in de haven ligt is veilig. Maar daarvoor zijn schepen niet gebouwd. Wel om te varen onder Jezus' hoede. Nou, dat is mooi. Ja. Zou ze gemeentestichter zijn? Ja, waar woont ze? Ja, waar woont ze inderdaad? Ja. Ja. Ze is directeur van de Evangelische Hogeschool. Oh, kijk aan. Ja. 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 Mooi, hè? Mooi dan hoop ik dat ze een hoop mensen opleidt tot gemeentestichters die ze Gouden Haven uitjaagt om, naar het zuiden te varen. Zeg Zouden maar. Jullie zo'n tweetje retweeten? Jawel. Ja, deze wel. Ja. Ik kom ook uit een omgeving met een havenstad en daar was de gevleugelde uitdrukking van Christus heeft ons geen rustige ijs beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dus die zou je er gewoon achter kunnen plakken, bij wijze van spreken. Ja. En dat... De onzekerheid is een gegeven in het leven. En ik denk dat dit een heel mooie samenvatting is. Ja. En dan hebben we de laatste van Jan Paul. Ik ben zo blij dat Gods zegen niet afhankelijk is van mijn gebedswerk, maar van Jezus' werk aan het kruis. Ja. Ja, ik ben het helemaal mee eens op zich. Ja, ja. Dave, jij ook? Ja, zeker. Ja, als we het van onszelf moeten hebben. Ja, dat zul je van tijd tot tijd ook weer moeten realiseren. Ja. Dat is wel een spiegel, inderdaad. Ja, zeker. Doe jij ook aan social media? Laat het ons weten. Wat vind je van onze programma's? Twitter als je kijkt naar Tinto. Of bezoek ons op Facebook. Café Tinto TV. Of Twitter @CaféTintoTV. Iedere dag vragen wij aan onze gasten om een vraag te bedenken.
voor de gasten van de volgende dag. En dat, die stellen hem dan in het gastenboek. We gaan even kijken wat de gasten van gisteren hebben gevraagd. Dave, zou je hem willen voorlezen? Kun jij vertellen wat je talent is, waar je goed in bent en hoe je dat talent op dit moment inzet? Ja. Wat is Erik? Nou, ik denk dat ik echt een starter ben van dingen. En ik ben dan eigenlijk predikant binnen Kama, maar ik zou heel erg ongelukkig worden als ik in een kerk geplaatst zou worden waar alles loopt en rijlt en zeilt en zo. Ik denk ook dat het wederzijds is, dat die mensen in die gemeente daar ook dat zouden hebben. Dus ik denk dat God mij echt heeft aangesteld als een starter en als een pionier, zeg maar. Dus dat denk ik wel een goed antwoord op de vraag. Dat is ook je talent. Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Daar kom je ook in de jaren pas achter. Ja, hè? Zeker, ja. Ja. In het begin vond ik mezelf heel onrustig en heel ingewikkeld. En heel dacht van, waarom maak ik niks af? Heb ik ADHD of zo? Want dat heeft natuurlijk iedereen tegenwoordig. Dus, maar dat bleek dus mee te vallen. Maar ik denk echt dat ik daarin tot ontdekking kwam dat ik pionier ben. En gewoon dingen opstart. Ja. Het is ook een leuke diagnose. Ook een leuke diagnose, ja. En Leon, jij? Ja, ik denk, ik weet niet of je dat van jezelf zo mag zeggen, maar ik denk dat ik goed ben in schrijven. En om dingen onder woorden te brengen en daardoor mensen enthousiast te maken over iets. En ja, mijn passie daarbij is muziek. Dus ik zet dat in op die manier. En ik kan doen wat ik inderdaad denk dat mijn talent is op dit moment. Dus ja, in de notendop. Ja. En jij, Dave? Ja, ik denk dat ik redelijk goed kan luisteren. Maar dat moeten anderen maar beoordelen. En ik probeer anderen wel te bemoedigen ook. Met dingen uit eigen ervaring of zo. En ik ben redelijk creatief in het maken en bedenken van dingen. Dus vind ik ook leuk om te doen. Ja. Maar daar ben je dan vaak alleen mee bezig. Ik vind het wel leuk om daar kinderen of zo in mee te nemen. Ja, ja, mooi. Samen dingen te doen. Leuk. Nou, tijdens de uitzending mogen jullie een vraag bedenken voor de gasten van morgen. Maar dat mag ook later pas, hoor. Oké. We gaan in gesprek met Leon. Leon van Steensel, je bent muziekjournalist en je kan ons alles vertellen over de nieuwste christelijke muziek. Maar eerst willen we eigenlijk een kleine introductie van jou. Okay. Wie ben je? Ik ben Leon van Steensel. En je bent getrouwd? Ik ben getrouwd. Wij wonen in een gemoedelijk dorpje in het midden van het land. En met onze hond Tommy. En ja, ik ben eigenlijk al een jaar of 20 echt helemaal actief in muziek. En hoe is dat zo gekomen? Die liefde voor de gospelmuziek? Ja, eigenlijk door anderen. Hè. Je bent aangestoken door iets en dat heb je je eigen gemaakt. En bij mij was het zo dat mensen in mijn omgeving al allerlei dingen lieten horen. Tot het moment kwam dat ik mijn eerste christelijke muziek hoorde. Ja. En dat was in de periode dat ik net aan mijn studie begon. En ik dacht, ja, dit is het. Aan welke studie begon je? Ik heb journalistiek gestudeerd. En dat kwam allemaal in die jaren precies samen. Dus de dingen die ik ging doen en de passie die ik ging krijgen, dat ontwikkelde zich gezamenlijk naar uiteindelijk schrijven, vertellen, doorgeven van muziek. Dus ja, ik heb zelfs uiteindelijk nog voor een platenmaatschappij gewerkt, die ook die muziek in Nederland Welke platenmaatschappij was dat? Dat was GMI. En helaas bestaat die niet meer. Die bestaat helaas niet meer, maar ik heb dus wel in de nasleep daarvan gezegd van, nou weet je, ik moet het gewoon blijven doen op de een of andere manier. En ik werk dus ook nu vanuit mijn eigen bedrijfje. En, freelancer? Als freelancer. Ik ben een volledige ZZP'er. Je schrijft voor kranten, voor bladen? Van alles en nog wat. Dus en mensen kunnen je naam tegenkomen in de christelijke bladen? Ongetwijfeld. Ja. Ongetwijfeld, leuk. Nou, wat heb je vandaag meegenomen aan nieuwe muziek? Daar zijn we benieuwd naar. Ja, nou, er is heel veel wat verschijnt, zeker in het najaar. Maar in de zomer komt er ook vaak het een en ander wat dan nog wel eens Maar is het in het najaar meer dan in de voorgaande maanden? Ja.
De grootste maanden waarin iets van muziek uitkomt is vaak oktober. Dus een maand als deze. En, ja. En hoe komt dat? Dat komt door de kerst. De feestdagen zijn eigenlijk bepalend in de muziekwereld. De cadeaumaand. Dus, en wil je de tijd hebben om dat allemaal onder de aandacht te brengen, ja, dan moet je net even een paar maanden ervoor zitten. Dus oktober is een belangrijke maand voor muziek. Maar ik heb er ook eentje uitgekozen die ietsje daarvoor nog uitgekomen was, een aantal weken. En dat is een album van een groep die heette Blue Tree. En Blue Tree als naam, ja goed, dat zei ik al, die zal je misschien niet zo heel veel zeggen als je het zo hoort. Maar het liedje God of the City is van hen. Dat heeft Chris Tomlin geschreven. Chris Tomlin, dat is een bekende naam. Een bekende naam. En ja, het liedje God of the City is echt typisch voor wat Blue Tree als band doet. Het is een groep uit Ierland. En Ierland is natuurlijk een heel muzikaal land. Ja. Zij komen uit een gemeente in Belfast. En hebben daar echt binnen die kerk als muziekteam dienst gedaan. En zijn nu naar buiten aan het treden. En een beetje zoals de groep Delirious dat heeft gedaan jaren geleden. Ja. En Delirious, nou, dat zal ook redelijk bekend zijn qua naam. Ja, dus, maar hoor je hier ook de Ierse invloeden? Misschien een beetje in het accent of van de zanger. Het is wat, qua muziek is het wat breder. Dat was Delirious ook. En ja, je hoort wel duidelijk dat dit een groep is die een boodschap voor de wereld heeft in plaats van alleen Noord-Ierland. Ja. Zij gaan ook echt voor die boodschap over die grens brengen. En voor hun is dat letterlijk. De nieuwe plaat heet Worship and Justice, dus aanbidding en gerechtigheid. Ja. En die twee thema's hebben voor hun hele, hele, hele grote betekenis. Omdat gerechtigheid is voor hun heel praktisch. Ze zijn bijvoorbeeld als een band Birma binnengesmokkeld. Het echt een heel gesloten land waar christenvervolging heel sterk is. En zij daar zijn ze als band naartoe gegaan? Daar zijn ze als band naartoe gegaan, gesmokkeld op de achterkant van een pick-up truck. Wow. En in de binnenlanden daar de kerk bemoedigd voor hen gespeeld. Ja. Dus dat is hun roeping. Kunnen wij een stukje horen? Uiteraard. De plaat heet Worship and Justice. Een van de liedjes die echt de aandacht trekt is het liedje Jesus Healer. En daar zit echt een getuigenis achter, maar dat zal ik zo vertellen. Oké. Denk aan Delirious. Dat je hoort diezelfde, ja, je hoort dezelfde sfeer proef je eigenlijk inderdaad. En ja, de verwachting is ook wel dat dit allemaal liedjes en insteken zijn die toch wat breder dan alleen zo'n band gaan leven. Ja. Dus dat je het uiteindelijk in kerken gaat terughoren en dergelijke. Die potentie heeft het wel. Ja. Voor de mensen thuis, buitenlandse gospel is best wel moeilijk aan te komen. Waar kunnen ze deze cd vinden? Nou, ik denk de plaatselijke christelijke boekhandel, als die hem niet heeft staan, ja, kan er altijd naar vragen. Kan die altijd besteld worden. En die kan hem altijd inderdaad voor je krijgen. Dus, en ik meen dat tegenwoordig de webshops die we hebben in Nederland, zullen ze ook allemaal hebben. Maar ja, ik raad toch altijd aan van stap eens gewoon lekker zo'n winkel binnen, maak eens een praatje en kijk eens lekker rond. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is. Ik ben toch meer ook van het tastbaar. Ik ben ook helemaal niet zo in de digitale muziek. Nee. Ik hou nog steeds echt van tastbaar iets in mijn handen krijgen, de boekjes doornemen en echt je verdiepen in wat je nou eigenlijk hebt. Ja. En daarom is een liedje als Jesus Healer voor mij ook zo heeft dat zo'n impact. Omdat de zanger van de band, Aaron Boyd, heeft dit geschreven voor zijn dochtertje. Die geboren werd met de diagnose taaislijmziekte. En dat is een aandoening waardoor je levensverwachting gewoon heel sterk omlaag gaat. Zeker. En zij hebben daar als echtpaar heel erg mee geworsteld van hoe moeten we hiermee omgaan. Zij doken de Bijbel in en zeggen van ja, we gaan gewoon een studie houden over wat zegt God eigenlijk over deze situatie. En alles wat zij konden vinden van de gebeden die Jezus uitsprak tot aan de tekstgedeelte over genezing, hebben ze in dat liedje gestopt als een soort getuigenis van hen als ouders. Ja. Van misschien wordt het niet beter, misschien wordt er niet genezen, wat dan ook, maar dit is onze belijdenis. Mm-hmm. Dus dat is. Dan ga je toch wel anders tegen zo'n liedje aankijken, ja, hè? Ja. Wat heb je nog meer?
Er is nog een ander liedje van Blue Tree wat ik misschien even kan laten horen. Dat geeft ook een beetje aan van, nou ja, waarom ze wat meer naar buiten treden. Het is het liedje Each Day, waarin ook echt duidelijk gezegd wordt, die thema's waar ze zich op richten, aanbiddingen en gerechtigheid, dat is niet iets wat een hype is van het moment, maar je neemt het mee elke dag van je leven. Each Day. Ja. You never leave me alone, even when storms cloud my way, and I can't see breaking day. You never leave me alone, you'll get the praise that you're due. Mooi, mooi. Ja. Kunnen mensen het ook vinden op YouTube? Als ze kennis willen maken. Als ze gewoon eens inderdaad op YouTube intypen Blue Tree, B-L-U-E-T-R-E-E, ja, dan komen ze er vanzelf bij uit. Ja, het klinkt in ieder geval heel lekker. Ook wel bekend. En ja, daar houden wij toch wel van, hè? Ja. Ja, vertrouwd. Ja vertrouwd, zeker. Inderdaad. Ja. We willen altijd wat nieuws. Ja. En toch moet het ook wel vertrouwd zijn. Ja. Nou, dat is zeker het geval bij de andere cd die ik bij me heb. Dat is de nieuwe cd van Hillsong. Over vertrouwd gesproken. Over vertrouwd gesproken. De cd heet No Other Name. Ik heb hem hier, voor me. Ja. En je ziet al, het valt gelijk op. Zo'n zwart-wit foto. Maar Hillsong is een kerk uit Australië die eigenlijk elk jaar nieuwe liedjes introduceert, waarvan zij hopen dat die de wereld overgaan en in kerken ook opgepakt worden. Het is voor hun een soort belijdenis, maar het is een belijdenis die dus echt verder gaat. In Engeland zijn Hillsong-kerken opgericht. Er zijn andere groepen vanuit Hillsong ontstaan. Maar het komt elke keer weer terug op die cd elk jaar met die nieuwe liedjes. En No Other Name is die van dit jaar. En de belijdenis in die titel hebben ze heel mooi uitgewerkt. De belijdenis is, er is geen andere naam dan Jezus. Dat is de naam die boven alles staat wat wij in de wereld belijden en tegenkomen en groot maken. Zij zeiden van, hoe moeten we dat niet alleen in de muziek uitleggen, maar ook gewoon visueel maken. En voor hun was er maar één plek op aarde waar de meeste reclame en slogans en kreten bij elkaar komen. En dat is Times Square in New York. Ja. Het grote billboard Walhalla, zeg maar, van de wereld. En zij zeiden van, wat gaan we doen? Wij gaan op een bepaald moment gaan we reclamezendtijd inkopen op die billboard, zodat ze op exact hetzelfde moment heel Times Square, ja, de belijdenis geven, geen andere naam. Oh. En dat is, en daarom is, ja, op de cover, ja, is het ook afgebeeld. Dave, ik zal dit hem even doorgeven, dan kan je hem zien. Het is dus geen trucage, bewerkt. Het heeft een minuutje geduurd of zo? Ja, ongeveer, maar dit is echt de foto van dat moment. Wat zal dat wel niet gekost hebben? Inderdaad, ja. Dat is een dure tijd. Ja, ik ga niet over de budgetten van Hillsong, gelukkig. Nee. Dat is misschien iets leuks voor Family 7. Ja. 1 minuut, Family 7. Times Square. Maar dat, zo maken zij dat dus visueel. En ja, dat is, ik vind dat een heel krachtig getuigenis. En, ja. Mooi, gelukkig is Hillsong een kerk die dan, als zij dus die middelen krijgen, dat zij die ook zo inzetten, zodat de impact echt blijft en alleen maar groter wordt. Er komt ook een film aan over de Hillsongkerk volgend jaar. Echt een heuse bioscoopfilm. Echt de kerk in Australië? Ja, en de beweging die er daaruit is gekomen. Ja. Dus dat wordt allemaal uitgelegd. Maar ja, tot die tijd hebben we gewoon de nieuwe muziek. Ja. En, maar je legde het in het begin al uit dat er zoveel verschillende takken zijn van Hillsong. Ja. Wij hebben het bij ons in de winkel bijvoorbeeld wel eens dat iemand een cd'tje koopt die denkt, hé, lekker, een nieuwe cd van Hillsong. Maar dan hebben ze United meegenomen naar huis. En dan komen ze thuis en dan denken ze, dat is helemaal niet wat ik verwacht had. Ja, United is... Kan je nog even in het kort uitleggen wat nou het verschil is? Nou, heel kort. Hillsong is echt het team, als het gewoon alleen maar Hillsong staat, is het kerkteam wat muziek maakt. Een beetje zoals de opwekkingsbundel liederen. Heel veel opwekking is ook vertaald uit Hillsong. Is ook vertaald, Hillsong. En vanuit die kerk is er ook destijds een jongerenbeweging gestart die hun eigen groep en band kregen. En dat werd United. Dus dat was ook wat pittiger en uiteindelijk ook wat kunstzinniger misschien dan men van Hillsong zelf misschien gewend is.
En ja, die gaan naast elkaar, bestaan die. Dus ja. Het ene moment heb je de een, het andere moment heb je de ander. En om het ingewikkeld te maken, maar dat zou ik niet doen. Nee, we houden juist van. Ja, simpel. Ja, simpel, overzichtelijk. Die teams werken met elkaar mee dus ook. Dus ja, er zijn inderdaad verschillende muziekteams die onder verschillende namen, maar wel elke keer met dezelfde basis, Hillsong, ja. Werken. Ja, we zijn benieuwd naar de nieuwe cd. Wat wil je ons laten horen? Nou, allereerst om misschien maar te laten horen dat Hillsong aan de ene kant niet veranderd is en aan de andere kant gewoon echt heel mooi met nieuwe zangeressen, een nieuw geluid, ook best wel mooie nieuwe dingen laten horen. Het liedje Broken Vessels is een uitschieter op deze cd, ook omdat het eigenlijk een soort nieuwe bewerking is van een van de allerbekendste liederen aller tijden, Amazing Grace. Klinkt echt heel vertrouwd, inderdaad. Ja. Dat is een van de liedjes van de Hillsongkerk die de afgelopen jaren echt bovenuit is geschoten. Dat is het liedje Oceans. En dit lijkt daarop. Het is echt als mensen dat liedje Oceans heel mooi vinden, dan is dit zeker eentje die de aandacht zal trekken. Ja. Ja. Heb je nog een nummer? Ja, nou, een van de dingen die ze op deze nieuwe plaat echt heel duidelijk gedaan hebben, is dat ze liedjes hebben geschreven om echt toe te passen in de liturgie van kerken. Dus dat ze heel erg geschikt zijn voor bepaalde momenten in zo'n dienst. Nou, we kennen avondmaal, we kennen de gebeden die uitgesproken worden, we kennen de zegen die gegeven wordt. Dat komt allemaal terug in die liedjes. Calvary is een liedje wat bijvoorbeeld gaat over wat heel goed toepasselijk is op Goede Vrijdag enzovoort. Maar daar is ook bijvoorbeeld het liedje Our Father. En dat is een bewerking van het Onze Vader wat we uitspreken binnen de kerk en binnen de dienst. Dus Our Father. Ja. Ik ben benieuwd of die volgend jaar al in ons opwekkingsboekje. Het zou zomaar kunnen gebeuren, ja. Ja, hè? Ja. Ik zie het zo al, ik hoor hem zo al. Ja, ja. Precies. Ja. Zeker. Mooi. Ja. Nou, misschien de allerlaatste heel snel is er is een liedje waar zij de geloofsbelijdenis hebben bewerkt. En als je het over geloofsbelijdenis hebt, dan hebben elke kerk heeft natuurlijk daar zijn eigen accenten misschien in. Ja. Dus zij hadden zoiets van, hoe moeten wij daar nu een universeel iets van maken, wat echt over de hele wereld als een gedeelde belijdenis gezongen kan worden. Nou, dat is een hele opgave, dus daar hebben ze ook allerlei vertegenwoordigers van kerken uit de wereld samengebracht. En die hebben ook met elkaar gekeken van, wat is het wat wij gemeen hebben met elkaar? En daar kwam het liedje This I Believe, The Creed uit. Deze ken ik. Dat is ook zo bekend kan het klinken, inderdaad. Ja. Ja, echt. Wat vinden jullie ervan? Mooi. Ja, mooi. Ja, kennen jullie Hillsong? Ja. Ja, wel van naam. Ja. Dus, kopen jullie zelf ook cd's? Ja, niet vaak, maar ook wel als we naar een opwekking gaan of zo. Juist daar vaak gaan we even naar de muziek- en boekentent. Ja. Het is altijd wel heel mooi inderdaad om dan gewoon fysiek even wat dingen naast elkaar te leggen. Ja. Dingen te bekijken, ja zeker. Erik, zou jij deze gebruiken in de gemeente? Niet zo gauw, nee. En waarom niet? Omdat het te hoog christelijk is. Te hoog kerkelijk is. Ook daarin merk je een heel stuk afstand, zeg maar.
Wij zijn zelfs aan het nadenken over Rick Jansen uit Arnhem. Die is ook gemeentestichter en die heeft heel veel liedjes herschreven van Jan Smit en André Hazes. En dan christelijke teksten daarvan gemaakt. Ja. Omdat dat in die buurt veel meer gezongen wordt. Ja. Maar goed, dat zijn ligt dan dichter bij de veel mensen. Veel dichterbij. Dus snap ik. Ja. In het team is er nogal wat verdeeld of we dat moeten doen of niet. Maar ik snap het wel. Ja. Dus, maar dit is wel heerlijk om gewoon af en toe zelf na te luisteren. Ja. En, hoewel ik zelf vaak naar de Duitse radio luister. En niet zozeer naar christelijke muziek, om ook mijn Duits wat te verfijnen. En ook te weten wat leeft er een beetje in de maatschappij bij ons. Dus. Ja. Maar ik vind het wel heerlijk om daarnaar te luisteren af en toe. Ja, dus, zeker. Muziek is zo mooi. Ja. Ja. Leon, heb je misschien nog nagedacht over een gebedspunt? Ja. Toen ik in die muziek aan het verdiepen was, werd ik ook gewoon weer bij bepaald dat de mensen die daaraan werken vaak muziekteams zijn in kerken. Waarvan je op het eerste gezicht denkt van oké, dat is een gespreid bedje en dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Maar dat zijn vaak juist in potentie de eenzaamste mensen in de kerk. Want ze hebben een verantwoording. Ja. Waar mensen vaak niet de achtergrond bij zien. En, nee. Dus dat we bidden is, voor de eenzamen. Ik denk dat wij moeten bidden inderdaad voor de eenzamen in de kerk die een taak vervullen of niet. Maar die dat doen met de steun die ze echt nodig hebben. Hey, nou, dankjewel. Ja. Tegen 11 dan zet ik alle gebedspunten nog eventjes op een rij. Ja. Tot na de reclame.